We doen heel wat positieve maatregelen voor onze industrie. Heel wat miljoenen euro's, honderden miljoenen euro's die we voorzien om mee de omslag te maken. En uiteindelijk voorzien we ook wel een faire bijdrage van ongeveer 1,4 miljard euro van de industrie. Om op die manier ook de energiefactuur voor onze gezinnen te kunnen verlagen om de koopkracht te versterken. We ruilen het huidige waanzinnige systeem waarin we villen en salariswagen subsidiëren. We maken daar een einde aan, dat klopt. Hè, maar we ruilen dat in voor een mobiliteitsbudget voor alle werknemers. Dat betekent extra netto voor alle werknemers. En we denken dat dat een goed voorbeeld is van een domme maatregel inruilen voor een slimme maatregel. Die staat voor meer klimaatambitie, maar ook meer koopkracht.